Aangezien keramische tegels niet poreus zijn, zijn ze dus zeer vlekwerend. Maar bij gepolijste tegels openen zich tijdens het polijstproces microporiën waarin vervuilingen zich kunnen afzetten. Deze vervuilingen worden snel zichtbaar, vooral bij heel lichte of heel donkere tegels. De behandeling met Litofin FZ-impregnering maakt de tegels water- en olieafstotend. En nog een voordeel, de poreuze cementvoegen worden tegelijk mee behandeld. De vloer dient zuiver, volledig droog en vlekvrij te zijn, vooraleer hij kan worden geïmpregneerd. De temperatuur van het oppervlak moet tussen 10 en 25 graden Celsius liggen. Giet het product over in een emmer of een kuip. Giet het product in geen geval direct uit de fles op de vloer. Met een inzetvacht 1 tot 2 keer gelijkmatig en dun aanbrengen en 10 tot 15 minuten laten inwerken. Indien het oppervlak te snel opdroogt, brengt u gewoon iets meer van het product aan. Werk op kleine deelvlakken van 10 tot 15 vierkante meter. Verdeel eventuele productresten, druppels en plasjes om te zorgen voor een gelijkmatige opname. Vervolgens verwijdert u zorgvuldig alle productresten met een absorberende doek. Bij grote oppervlakken kunt u productresten met een gummitrekker naar het volgende deelvlak trekken en laten inwerken. U verwijdert de resten veilig en snel met een eenschijfsmachine en een witte pad. Laat de vloer drogen en bescherm het oppervlak tegen vocht gedurende 24 uur. De vloer is beloopbaar na circa 45 minuten.